Bij een ongeval in het buitengebied van Etten-Leur is vrijdagavond laat een automobilist zwaar gewond geraakt. De man raakte kort na 11:30 op de Moerdijkse postbaan van de weg en botste tegen een boom. Hij kwam daarbij bekneld te zitten en moest door de brandweer uit die benarde positie worden bevrijd. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om hulp te verlenen, maar het slachtoffer is door een ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. De politie is begonnen met een onderzoek.